Dames en heren, allereerst een goede middag. Het hele team van de James Cook heet u van harte welkom aan boord met het uitzwaaien van de Harmony of the Sea. Hij gaat rond 6 uur gaan mee vertrekken. En daarom gaan we dat schip volgen. En dan binnen vanavond om 9 uur, 2100, bent u weer terug bij de Speedo. Ik zal een paar kleine dingetjes vertellen. Deze zomer, het schip is fonkelend hagelnieuw. Hij gaat eerst de Europa-tocht doen. En daarna gaat hij 5 juni gaat hij het schip naar zijn thuishaven, naar Barcelona. En dan gaat hij op vanaf 7 juni gaat hij weer vertrekken en dan maakt hij de eerste 34 reizen. Dat zijn 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee. En daarna gaat hij allerlei Europahavens gaat hij langs. En dan gaat hij verder als dat helemaal gebeurd is. Dan zitten we midzomer en dan gaat hij naar de Middellandse Zee met allerlei cruises. Ik heb wat details, dat wil zeggen, het schip is in Saint-Lazare gebouwd in Frankrijk. En hij heeft gekost totaliteit van 1,1 miljard Amerikaanse dollars. En hij is opgeleverd in 2016. Hij is groot, 227.000 ton, bruto ton groot. Hij heeft een lengte van 362 meter en breed is die 66 meter. De James Cook, dames en heren, is 55 meter lang. Hij is 66 meter breed. Hij heeft een hoogte vanaf de waterlijn 47 meter, topje mast naar de waterlijn. Diepgang van 9,20 meter, heb 16 dekken. Watselaar zijn de voortverduringsmotors. Hij heeft een topsnelheid van 25 knopen, dat is 41 km per uur. Passagiers kennen 5498 mee aan passagiers en hij heeft bemanning, dus dat wil zeggen in het schip en de nautische bemanning, 2165 bemanningsleden. Om die zeg maar kleine 5500 gasten te verzorgen. Zal ik onderweg nog wat vertellen. De gasten die eventueel nog in de stuurt willen kijken, dat is mogelijk, maar niet allemaal tegelijk, want dat past het me niet. Dat is echt gewoon eerlijk. Ik wens u namelijk een ontzettende mooie vaartocht. Wij zullen achter het schip varen, naast het schip, zo indien mogelijk, en u foto's maken op het bovendek. U bent vrij om te gaan waar u wilt en dan kunt u mooie kikjes maken. Ik wens je namens het hele team een fijne avond en u hoort nog straks van mij. Dank u wel. Hey Lave, James Cook. James Cook, hey Lave. Ja, wij gaan achter die Hermina die afvarend is, gaan we nog een keer over de bakken rond. Hey Lave, Harmony of the Seas. Harmony of the Seas, hey Lave. Lave, Harmony of the Seas, correctie.
die lage lichttijd wordt 21:30 over. De EMAF en dan voor de betere kant. Zeeschepen of passagiersschepen, die waren mooi van uitstraling. Is het eigenlijk tijdens de manier af te zien. Dat is een mooi schip, dat geef ik eerlijk toe. Maar eigenlijk is het een heel groot fabriek, want hij is 16 dekken hoog. En het kunnen natuurlijk giga veel gasten kunnen daarmee meevaren. En daar is het ook op gericht. En de SS Rotterdam is daar ook op gericht. Want namelijk, hij had voor 3 lijnen is hij gebouwd. Hij kon de cruises onderhouden, lijndiensten en hij kon troepen vervoeren. Dat wil zeggen voor de Nederlandse luchtmacht of in ieder geval de landmacht.